Was dit je beste wedstrijd tot nu toe voor FC Groningen? Ja, voor Groningen wel. Ja. Als je dan terugkijkt, dan is er ook een moment in de slotfase van de eerste helft dat jij 1-1 komt te staan met Luciano Narsing. En dat je heel goed blijft kijken. Ik had bewust mijn benen wat open gehouden, omdat ik weet dat hij dat ook wel eens gedaan heeft tegen Ajax, geloof ik, dat hij hem graag door de benen schiet. Ja, en op dat moment duw ik mijn knie naar binnen en kwam hij tegen mij aan. En toen via Joël kwam hij nog in de kluts, geloof ik. En dat was ook een moment, ja. En een moment eerder ook volgens mij tegen een situatie waarin je nog even inhield. Waardoor Narsing het zijn het schoot. Hij was denk ik op zoek naar die penalty. En je weet als keepers glijden en daar tikt de bal naar buiten. En ik raak hem maar een heel klein beetje, dan is het een penalty. Vandaar dat ik besloot in te houden en hij was te ver naar buiten om er nog iets gevaarlijk mee te doen. Ja, dan wordt het dus 1-0 in de tweede helft door de Jong. En dan wordt het 1-1. Doelpunt van Michael de Leeuw. Hele goede voorbereidende actie van Mahi. En toen zag ik jou meteen naar de supporters lopen om feest te vieren. Het was even een mooi feestje. Ja, zeker. Ik was heel blij met die goal. Kijk, als je kan wel eens een goede eerste helft kiezen, maar als je 1-0 verliest, dan heb je er niks aan. En nu ben ik heel dankbaar voor niet alleen Mahi of voor de Leeuw. Voor iedereen. Iedereen heeft hard gewerkt voor dit punt en daarom niet alleen voor hun twee, maar voor iedereen. Was je even later ook blij met Martijn van der Laan, die achter jou stond? Ja, zeker. Met Martijn van der Laan die de bal knap van de doellijn haalt en een keertje Antonia die alleen maar achterin stond en echt hard gewerkt heeft. Iedereen, het hele team. Ja. Ja, 1-1 spelen tegen PSV. Voelt dat na afloop als een overwinning? Ja, na afloop wel. En vooraf hadden we wel echt gehoopt te winnen. Maar als je ziet dan het spel, mogen we blij zijn met het punt.